Justin Odeurs, we zijn vandaag hier in Brugge. De openingsmatch in de Super League. Jullie komen als kampioen en ploeg die plaats is voor de Champions League ook ondertussen. Hoe ging het vandaag? Ja, ik denk op zich wel goed. Maar ja, Brugge is opgekomen en ik denk dat zij enorm gemotiveerd zijn om aan de competitie te starten. En als je dan tegen de landskampioen kunt starten, dat is altijd mooi. In eigen huis en er was veel publiek en ik denk dat hun dat wel gemotiveerd heeft of extra gemotiveerd heeft. Dus ik denk dat het een mooie wedstrijd was. Ja, zij boden een flink wat tegenstand, hè, vooral tweede helft. Ja, ze hebben inderdaad goede tegenstand geweerd. Ik denk niet dat ze slecht gespeeld hebben, vooral niet. Maar ik heb niet het gevoel dat wij echt in zware moeilijkheden zijn gekomen. Maar het was mooi dat zij ook blijven vechten voor dat punt of voor die 3 punten. Mm-hmm. En dat vind ik wel chic van hen, ja. Ja. Jullie zijn ondertussen in de Champions League al. Jullie hebben daar een zware verplaatsing, maar je speelt wel eerst thuis tegen die ploeg uit Kazachstan. Wat weet je ervan ondertussen? Of nog niet veel? Ja, we hebben een paar beelden gezien. We hebben over vorig jaar een beetje gesproken. Maar ik denk dat we niet te veel nu moeten gaan beginnen tellen en rekenen van hoe en wat we gaan doen. Er zijn nog eerst wedstrijden en dan met de nationale ploeg. En dan kunnen we ons voorbereiden op Champions League. Maar ik denk wel, dat is ook een goede ploeg. Ze zijn er al een paar jaar bij. Dus ja, we moeten klaar zijn ervoor. Ja. En vandaag jullie winnen hier uiteindelijk 1-4. Dus een vlotte start van het seizoen en de competitie ook. Hè? Ja, inderdaad. 1-4. Ik denk we hebben genoeg kansen gehad. Het kon meer zijn, maar de keeper heeft heel sterk gespeeld. De ploeg op zich eigenlijk ook. En we waren niet efficiënt genoeg. Maar 1-4 is een mooie uitslag om te beginnen. Ja. Oké, ik dank je en succes voor het vervolg. Dank u wel.